Hallo lieve mensen. Hallo. I'm back. Ten eerste. Hoe is she? Ik heb lipstick op. Tweede, wat misschien anders is. Ik heb een andere background. Ik ben very alleen. De meiden zijn bij opa en oma aan het slapen. Allebei. Oho, dit is de tweede keer. Oho, Hielke is werken. Dus ik ben very alleen. Dus ik dacht ik ga beneden zitten. Want ik vind het fijn om dat ik dan aan tafel kan zitten, zeg maar. Zodat ik de producten voor me neer kan leggen. We gaan dus naar mijn idee alle beste producten onder de 10 euro zien. Tenminste, mijn favorieten. Er zullen vast meerdere producten zijn die geweldig zijn onder de 10 euro. Maar die heb ik dan niet. En ik heb het zo gedaan dat je stap voor stap, zeg maar, van mijn make-up routine in ieder geval. Dat je gewoon wat mijn favoriet is onder de 10 euro te zien krijgt. Er zijn natuurlijk andere favorieten die ik heb boven. Van ik denk, oh die zou ik er heel graag bij doen. Maar die zijn een stuk duurder. Dus ja, daar kan niet. Laten we gewoon gaan beginnen, denk ik. Ik hoop dat de belichting een beetje oké is. Ik deed dit soort video's vroeger. Ik heb mijn kanaal nu 8 jaar. Ik heb natuurlijk een break genomen van 2 jaar of zo. Maar ik deed dit soort video's vroeger. En ik vond dat heel erg leuk om te doen. En ik heb een video die heet mijn Action Stash, volgens mij, Action Makeup Stash. Die is meer dan 30.000 keer bekeken. I love it. Als je een nieuwe wil, let me know. Dan kunnen we het erover hebben. Ik vind dat soort video's echt leuk. Ik ben ook van plan om meerdere van dat soort video's te maken als jullie het leuk vinden. Bijvoorbeeld ook met Essence, met Catrice of een ander merk. Revolution, Makeup Academy. I don't know. Je zegt het en ik doe het. Nou ja, bijna wel. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Ik wil niet te veel praten, want ik praat altijd veel te veel. En dan worden mijn video's weer te lang. En sommige van jullie die vinden het geweldig als mijn video 40 minuten lang is. En dat vind ik heel lief. Ik vind jullie comments zo lief. En anderen die hebben weer logisch dat ze denken van, ach, 40 minuten, hallo. Oké, let's go. Beginnen met de basis. Ik hou, ik was niet zo van de primers, kan ik je vertellen. Echt niet. Totdat ik deze vond. De Elf Poreless Putty Primer. Ik wil gewoon een primer die mijn make-up goed laat zitten, maar hier en hier mijn poriën ook gewoon daadwerkelijk verkleint. En waardoor je er gewoon iets in stopt, waardoor het gewoon verkleind wordt. En dat doet deze voor mij. Deze is 9 euro. Ik zal je voor vertellen. Ik weet ongeveer de prijzen. Pin me er alsjeblieft niet op vast. Het is allemaal goedkoop. Dus de body primer, ik vind dat geweldig spul. Het is niet al te mat of zo, maar het zorgt er echt voor dat mijn poriën gewoon minder aanwezig zijn en dat mijn make-up gewoon lekker lang blijft zitten. Ik werk heel vroeg, zoals de meeste van jullie denk ik wel weten, dus mijn make-up gaat er 's ochtends om 4 uur al op. Vandaar dat ik er een beetje uitzie. Het spijt me. Dus, dat is een hele, hele goeie. Ik heb ook primers van... Ik heb een keer een primer van Essence geprobeerd. Nee. Ik heb van Makeup Academy boven nog een primer. Maar ook niet zo. Dus, dit is mijn beste. Dan, foundation. Dit gaan jullie gewoon raden voordat ik dit überhaupt uit ga spreken. De Pro Base van Makeup Academy. Ik vind dit geweldig spul. Je hebt hem in heel veel verschillende kleurtjes. Daar hou ik van. Ik ben kleur 142. En die sluit eigenlijk heel erg goed aan bij mijn huidskleur. Het heeft een... Ik zal het je weer laten zien. Het heeft een spateltje. Is niet het meest hygiënisch. Al mocht je het willen gebruiken op iemand anders uiteraard. Maar ik gebruik het alleen op mezelf. Geweldig. Heeft een prachtige, prachtige dekking. Er staat op Longwear Matte Finish Foundation. Nou, dat klopt ook echt wel. Hij is echt wel... Hij is niet mat, maar hij is wel mat. Maar hij is prachtig. En hij blendt gewoon perfect weg eigenlijk. Hij is beautiful. Concealers. Catrice heeft een hele goede concealer. Die is volgens mij
€4-5. Maar die heb ik niet meer. Die heb ik... die is op. De Essence Concealers. Ja, de een vindt Essence Concealers juist heel fijn. Ik vind ze sowieso. Ze hebben niet een geweldige dekking. Ik ben natuurlijk gek op mijn Jeffree Star concealer. Maar die is €20. Dus ik ben gegaan voor 11. Want dit is wel echt een van de concealers die ik op dit moment het meest gebruik. Het heeft een gigantische doofvoet. I like. De kleur die ik heb is Light Sand. En die is voor mij prima. Voor mijn huidskleur in ieder geval. Hij is zo dekkend. Hij is zo dekkend. En dit is de matte versie. En ze hebben dus ook een hydraterende versie. Die wil ik ook heel graag uittesten. Ik heb van mezelf lijntjes. Daar gaat deze concealer wel een beetje in zitten. Maar ik vind dat niet zo erg. Ik bedoel, wat plooit, plooit. Dat kun je niet fixen. Ja, je kan het wel fixen. Met fillers waarschijnlijk. Maar dat doe ik niet. Dan, ik ben weer veel te dichtbij gaan zitten. Het spijt me, het spijt me. Poeders. Ik heb 2 poeders die ik heel fijn vind. Ik heb boven ook wel van Makeup Academy de Loose Powder in wit. Echt wit. En in het banana. Maar die banana is echt... Kijk, ik hou van een gelige poeder. Dat ga je nu ook zien. Maar het moet niet te extreem zijn. Want die poeder is echt geel. Wat ik denk dat misschien beter is op een wat donkerdere huidskleur met een goudige ondertoon. Voor mij is die gewoon iets te. Maar, en dat kun je ook wel zien, dat ik deze flink gebruik. Dit is de Revolution Banana Light Baking Powder. Dit dingetje is €6 volgens mij, €6,50. Oh my god, sorry, ik heb niet gezegd. Oh my god. Schaam je. Deze is €6,50. Sorry. En deze is €6. Sorry. Deze is dus of €6 of €6,50. Iets in die richting. En dit is de Banana Light. Ze hebben de witte Translucent. Ze hebben Banana Light. En ze hebben Banana. En volgens mij hebben ze zelfs nog een kleur extra dan dat. De Banana is geel. Echt heel geel. Die had ik bijna meegenomen totdat ik zag dat ze dit hadden. En dit is... Ja, jullie hebben het 100 keer al wel zien gebruiken. Ik ga kijken of ik het... Dit is een echt wel gelige, lichtgelige poeder. Prachtige poeder. Laat mijn foundation heel goed zitten. I like it very much. Dan, mocht je goedkoper willen. Nog goedkoper. Wel iets minder dekking, kan ik je vertellen. Deze geeft wel echt iets een beetje dekking. En ben je bij de Big Bazaar? Dan heb je van de Big Bazaar ook de Perfect Touch Banana Powder. En die heb ik je laten zien in mijn ik test make-up van de Big Bazaar uit. En ook dit is gewoon een lichte... Bijna hetzelfde kleur. Deze is iets lichter zelfs. En dit is ook een hele fijne poeder. Deze is volgens mij €2. €2,50. Mocht je een keer bij de Big Bazaar zijn en denken van... Hey, ik wil het meenemen. Ze hebben Translucent en ze hebben Banana. En het is wel echt voor de lichte, wat lichtere huidjes. Ik moet zeggen dat ik deze over mijn hele gezicht perfect vind. Deze is op zich prima, maar ik gebruik hem meer voor echt alleen onder mijn ogen als ik het echt mooi opgelicht wil hebben. Dan, dat hebben we allemaal gedaan. Dan ga ik vaak over tot bronzer. En dan kom ik toch weer, I'm very sorry, bij Big Bazaar uit. Ja, sorry. Dit is een face powder, dus het is officieel geen bronzer. Kun je zien hoeveel ik hem heb gebruikt? Het is officieel geen bronzer. Maar voor mij is dit de perfecte bronskleur. Is het een bronzer? Nee. Hij heeft een hele,
hele subtiele glitter. Heel subtiel. Het valt echt wel mee. Het is echt niet... Ik hou niet van glitterige bronzers. Ik hou daar gewoon niet van. Ja, sorry. Het heeft echt een hele, hele lichte glitter. Dat zie je bijna niet. Het lijkt heel glimmend, maar het valt echt wel mee. Het is gewoon prachtig. En deze is 1,50. Of 2 euro. Wat was die? 2 euro of 1,50? 1 van de 2. I like. Mocht je bij de Primark zijn, de Primark maakt ook wel goede bronzers. Ik vond de bronzer die ik in mijn laatste Primark make-up try-on heb geprobeerd, vond ik fijn. Ik gebruik hem ook wel. Ik vind deze kleur alleen bij mij beter staan. Die andere is best wel een beetje oranje. Dus als je bij de Big Bazaar bent. En als je dan toch bij de Big Bazaar bent, ook de blushes. Want ook de blushes... Oh my gosh. I like. Het is gewoon een hele subtiele roze kleur. Ik hou niet van blush die ik op mijn gezicht doe met een kwast. En dat ik ineens... Boom. Weet je? Laat mij het lekker. Laat mij er gewoon meerdere laagjes van aan moeten brengen. I don't care. Maar geef me niet zeg maar dit op mijn wang. En dat het moeilijk is om te blenden. Dat soort dingen. Hou ik niet van. Dus als je bij de Big Bazaar bent, neem die mee. Dan. Action. Volgens mij maken ze dit paletje nog. Die van mij is echt een beetje... Sorry. Volgens mij maken ze dit paletje nog. Dit is de... Heeft dit een bepaalde naam? Nee. Het is Highlight, Foundation, Contour en Blush. Nou, Foundation kun je er wel alvast uithalen. Hij ziet er echt heel slecht uit. Dat spijt me. Je krijgt 2 highlighters. Je krijgt 2 bronzers. Je krijgt 2 face poeders en 2 blushes. Zoals je ziet heb ik de coole contour best wel gebruikt. Het is op zich een prima paletje. Ik zal even een paar voor je swatchen. Dit zijn bijvoorbeeld de contour en bronzy kleuren. Het is prima. Dit paletje is 5 euro. Volgens mij verkopen ze hem nog. De face poeder, ik moet heel eerlijk tegen je zijn dat ik... Nee, vind ik niet zo. Maar bijvoorbeeld de blush vind ik dan wel weer leuk. Je hebt een wat donkerder en wat lichtere blush. En je hebt een highlighter. Die redelijk oké is. Het is niet het meest blinding ever, maar het is wel oké. Dus prima, als je die nog kan vinden. Ik zou zeggen, top. Is leuk. Is vooral handig om mee te nemen als je bijvoorbeeld op vakantie bent. Zo denk ik dan. 1 ding en je hebt alles bij je. Nog meer blush die ik even wil vertellen. 3,50. Primark. Hebben we het over gehad. Het is een geweldige blush. Het is gewoon een geweldige blush. Punt uit. Waar ga ik dit swatchen, jongens? Hier. Dit is gewoon een prima blush. Ik hoop dat je het ziet. Dit is gewoon een prima blush. Als je bij de Primark bent, even een... Hoe zie ik eruit eigenlijk? Ja, alsof mijn make-up eraf moet ondertussen. Oké. Dan. We hebben het allemaal over Kruidvat eigen merk make-up gehad. Ik heb de video gemaakt. Het was niet denderend allemaal, maar 1 ding was goed en dat was de blush. Dus de Velvet Glow Baked Blush is gewoon prima. Als je dan iets... van die lijn wil, is dit gewoon een prima blush. Het is niet een geweldig gepigmenteerde blush, maar dat hoeft ook niet. Dat heb ik je net verteld. Daar hou ik helemaal niet van. Dan, ik raak een beetje ruimte aan swatch kwijt. Hier hebben we het ook over gehad. I like this very much. Deze is trouwens 4 euro, dacht ik. 5 euro. De blush van de Primark is 3,50. Hier hebben we het over gehad. 5 euro van Essence. Het highlighter paletje. Ik draag het vandaag zelfs op mijn ogen. Ik heb het flink gebruikt. Je krijgt er een... ik doe het even zo, want anders dan reflecteert... Damn it. Zo. Je krijgt er een
een spiegel bij. Drie kleuren. Een roze, roosachtige, peachachtige. Je krijgt een... Ik ga het op deze hand proberen. En ik zei toen van... Hij pakt hem niet lekker op camera. En dat is ook echt zo. Het pakt gewoon niet lekker op camera. Maar het is echt... Echt gewoon... Het is gewoon goed. Het is €5. En nog een bronzy kleur. Misschien dat je het zo beter kan zien. Ik hoop het. Wat ik tegenwoordig 's ochtends doe, als ik geen zin heb om helemaal oogschaduw op te doen. Dat heb ik vanmorgen ook gedaan nadat ik ze op mijn wangen aanbreng. Gebruik ik meestal deze twee kleuren. Doe ik eerst de bronzy over mijn ooglid en die eroverheen. Mascara en I'm done. €5. Ik zou dit zeker even gaan bekijken bij de Kruidvat. Dan. Wenkbrauwen. Ik doe daarna mijn wenkbrauwen. Ik heb meerdere dingen waarvan ik dacht van oké, dat zou ik op zich wel kunnen doen. Maar uiteindelijk kom ik toch uit op deze. Dit is de Ultra Precise Brow Pencil van Elf. Deze is €6, dacht ik. Dit is de kleur. Het is niet helemaal mijn kleur, maar ik vul mijn wenkbrauwen ook niet in met een potloodje. Ik hou daar niet van. Het lukt me niet goed. Het wordt te hard. I don't like. Het heeft een spoelie. Dat is dan wel weer fijn. Het wenkbrauwenpotloodje bijvoorbeeld van de Primark. Daar hebben we het ook over gehad. Dat was prima. Het wenkbrauwpotloodje van de Action is prima. Maar ik vul niet mijn wenkbrauwen in met een potloodje. Want het wil gewoon niet. En ik vind het er niet mooi uitzien. Ik doe het met poeder. De poeder die ik gebruik is van Beauty UK. Ik heb dat toen een keer in de Staaltoon box volgens mij ontvangen. Top. Ik heb het net opgezocht. En daarom heb ik hem hier ook niet. Hij is niet leverbaar. Je zou hem bij Beauty UK op hun site moeten bestellen. Ik vond dat een beetje te lastig om je dan iets te laten zien wat je eigenlijk niet kan krijgen. Een goed alternatief is van Catrice. Ik weet alleen niet of ze die nog maken. Die had je vroeger van die zwarte. Als ik een fotootje kan vinden wat ik hier neer kan zetten. Of hier, I don't know. Zal ik het je even laten zien. Het is een... Ik zoek hem gewoon even op. Oké. Ik heb een fotootje. Dit ding. Ja. Dat gebruikte ik vroeger. Topproduct. €4. Geweldig. Dat zou je ook kunnen doen. Ik moet zeggen, als ik een keer door mijn Beauty UK heen ben, dat ik dat gewoon ga doen. Maar voor een potloodje zou ik de Elf nemen. Heel fijn. Heel fijn. Ja, fijn in allebei de betekenissen. Fijn in het aanbrengen, maar ook fijn in hoe dun hij is. Dan, ogen. Dat is het leukste. Ik moet zeggen, ik ben erg verliefd op mijn Morphe James palet. En ik ben ook heel erg verliefd op mijn Morphe Jeffrey palet. Maar goed, die zijn €30 en €40. Dus dat doen we niet. Dus ik heb wat goedkopere items voor jullie. Ook van verschillende merken. Ja. Primark. Ik ben die hele goede vergeten van Action. Heel stom. Jullie weten precies denk ik waar ik het over heb. Ik had een van de Action. Zo'n nude kit. Wat heel erg leek op een Huda Beauty palet. €5. Haal het alsjeblieft allemaal op. Please, please, please. Het is geweldig. Maar die heb ik boven laten liggen. Shame on me. Oké, dan ogen. Ik heb ondertussen ook even mijn swatches eraf gehaald. Want ik had geen ruimte meer. Oké. De gem. Van de hele gem. Gewoon het pareltje. Wat ik iedereen aanraad. Om gelijk nu deze video te pauzeren. Naar de Action te gaan. Nee, grapje. Dit ding. We hebben het hierover gehad.
€5. Ik kreeg reacties van, oh my god, het lijkt echt op de Huda Beauty nude palet, volgens mij. Ik heb geen Huda Beauty, maar ik heb het wel opgezocht en het lijkt inderdaad heel erg daarop. Oh, dit ding is toch... Oh, I like it so much. Ik gebruik dit zo vaak. 18 kleuren, €5. Wil je wat swatches van mij? Ik ga je swatches laten zien, oké? Oké, fijn dat ik in mezelf praat. Twinkle. We gaan even Twinkle doen. Twinkle, twinkle, little star. Grapje. Ja. Sorry voor mijn zangkunsten. Kijk naar dit pigment. Oh my god. Een mat. Laten we een mat doen. Please doe een mat. Rendezvous. Please. Een beetje crumbly. Dat ga ik je zeggen, maar... Voor de eerste beste... Die zegt dat dit palet niet goed is. Gossip. 5 euro. Nu. Voordat dit ding eruit gaat. Want ik weet hoe het met Action is. Action die heeft eerst dingen en dan ineens niet meer. En dan kun je het niet meer vinden. En dan ben je boos. Wat ik snap. I love it very much. Sorry, ik ben heel erg verliefd op dit paletje. Oké. Wil je naar de kruidvat en wil je daar wat dingetjes scoren? Dan zijn deze paletjes van de Essence prima. Ze zijn niet geweldig. Luister naar mij. Ze zijn leuk. Maar het is niet zo dat ik denk van wow. Ik zal je eens even een beetje swatchen. Het is prima, zoals ik zei. Het is prima. Sorry, mijn stoel maakt geluid. Het is heel irritant. Het spijt me verschrikkelijk. Het is prima. Is het meest geweldige wat je ooit hebt gezien? Nee. Oh. Maar het is gewoon... Het is prima oogschaduw. Deze dingen zijn 7, volgens mij. Kijk, en dan... Daar word ik dus weer zo gierig van. Dat deze €7 is. Maar deze met veel meer kleurtjes en veel meer pigment €5 is. Maar als je het wil uittesten, zijn dat goeie. Dan, Catrice maakt ook gewoon hele goede oogschaduws. Nee. Prima oogschaduws. Deze, die valt net op het randje. Die is een 10. Ik gebruik deze zoveel. Zien jullie hoe saai ik eigenlijk ben met kleuren? Deze lijkt heel veel op een kleine versie van die van de Action. Maar ook deze is gewoon prima. Laten we een paar swatchen. Passionate. Ho. Oh. Maar ook de matte kleuren. Brave. Zijn gewoon... Prima, ik heb hier niks op aan te merken. Echt niet. €10. Dit is ook zo'n makkelijk paletje wat je in je tas stopt. Sorry, ik heb een doekje erbij gepakt, want otherwise, dan gaat het niet goed. Dit is ook gewoon zo'n makkelijk ding wat je in je tas gooit. Ik weet het niet. I like it very much. De kleurtjes zijn top. Ik swatch echt zo beroerd. Dan, Catrice heeft, ik weet niet of je dit wel laat zien. Dit was een limited edition. En ik weet niet of je die nog kan krijgen ergens. Maar dit was ook prima. En ik heb hier allebei van. Ik weet niet of je dit nog ergens kan krijgen. Ik ga er niet al te veel, die was €8. Maar ik ga er niet al te veel over vertellen. Want ik weet niet of je dat nog kan krijgen. Big Bazaar. Yes, Big Bazaar again. €1,50. Het zijn alleen maar shimmers. Dus je gaat hier echt niet een volledige look mee maken. Maar. I'm going to show you.
geweldig voor 1,50 euro. 3 oogschaduws. Kijk hoe dun dit dingetje is. Oh, dit stop je zo in je tas. En je hebt je shimmerkleur. En het is gewoon een geweldige shimmerkleur. De andere trouwens ook, by the way. De donkere. Dan gaan we de laatste even doen. Oh, kom op. Oh. Sorry, ik hou van dit soort dingen. Ze hebben ook de highlighters. Jullie weten hoe ik daarover denk. Daar hou ik niet zo van. Die zou ik eerder gewoon als topper van een oogschaduw of zo doen. Oh, I like. Dan. Makeup Academy. Heeft een hele goede eyeliner. Een potloodje. Af en toe wil ik die nog wel eens in mijn waterlijn gebruiken. Ja, soms als ik wild wil doen. Heel creamy, heel fijn, lekker zwart. 1,60 of zo. 2 euro, iets in die richting. Vroeger gebruikte ik heel veel die van de Ethos. Dat was een blauw potloodje. Ook top, ook 2,50 of zo. Eyeliner. Ik heb het gehad over mijn Catrice eyeliner. De waterproof, die met een kwastje. Oh, I like it. Ik moet dat ding echt halen. Ik roep het al 3 weken of zo. Ik moet het echt gaan halen. Deze heb ik vandaag op. De matte eyeliner pen van de Kruidvat. Is op zich prima. We weten allemaal wat er is gebeurd met onze... het is deze. Met onze eyeliner pen van Catrice. Waardeloos ding was dat. Dan, mascara. Ik ben gek op mijn Roller Lash. Maar de Roller Lash, zelfs voor het kleintje, is gewoon 15 euro. Dus daar gaan we niet doen. Essence maakt geweldige mascara's. En dan vooral de Lash Princess. I like it so much. Deze is waarschijnlijk een beetje uitgedroogd. But we don't care. Dit is gewoon een prima mascara. En je hebt hem in 3 verschillende soorten. 4 volgens mij. De roze, de groene, de paarse en de blauwe. De blauwe is waterproof. Daar ga ik niet aan doen. Dit is de Sculpted. Je hebt, oh, ik heb de groene ook gehad. Ik heb de roze gehad. Ik heb ze allemaal gehad. 3,30 volgens mij. 3,50. Yay for me. Dan. Af en toe, zoals vandaag, draag ik een lipstickje. Niet vaak, maar Catrice alweer heeft gewoon goede lipsticks. Ik wil die van Essence gaan uittesten, de liquid lipsticks, die zijn nieuw. Laat me weten of je daar een review van wil. Laat me dat hieronder even weten. Maar ik heb gewoon geen ruimte. Ik doe het even met mijn andere hand. Catrice lipsticks zijn gewoon prima. Deze heb ik al een tijdje, maar die is nog prima. Ruikt goed. Dit is de kleur Maroon 020. Is gewoon top. Is gewoon top. Ja, is gewoon top. Punt. Maar, als je bij de Action bent. Ze hebben ze nog steeds. Ze verkopen ze per 2. En volgens mij zijn ze 2 euro of zo voor 2. Dit is de kleur Warm Wine. Wanneer zie je mij zo'n kleur gedragen? Vertel me. Bijna nooit. Maar ik heb toen wel gezegd van ik wil wel heel graag een rood houden. Kijk naar dit pigment. Oh, I like it. Voor 2 euro, hè? 2 van die lipsticks dan ook. En vaak komen ze dan in een donkere en een wat lichtere. Of een hele, hele donkere en een wat lichtere. I like. I like, I like. Laatste. Setting spray. Ik ga binnenkort de All-Nighter kopen. Dat heb ik mezelf verteld. Ik ga binnenkort de All-Nighter kopen. Maar ik heb voor nu de Pro Base. Hij is een beetje verkleurd. Want hij staat bij het raam. De Pro Base van Makeup Academy. Een fixing spray. En dit is een prima fixing spray. Dit is echt een prima fixing spray. Heb ik niks om aan te merken. 6 euro. Prima mist ook. Is gewoon prima. Ruikt niet geweldig, by the way. Zal waarschijnlijk... Ugh. Oh my god. Zal waarschijnlijk een boel... Ja. Ja. Alcohol is de derde ingrediënt op de lijst. Is niet heel geweldig voor je huid. Maar als je hem gewoon niet altijd gebruikt.
Nou ja, nee, fixing spray gebruik ik natuurlijk altijd. Maar het is op zich wel prima spul. Dat was hem. Oh my god, lange video. Want ik moest even kwijlen over mijn... over mijn glittertjes. Oh, I like. Waarom? Kijk dit. Oké. Okay. Ik hoop dat je het leuk vindt. En laat me weten wat je van zulke video's vindt. Ik zou heel graag nog een one brand willen maken. Met hit en miss misschien. Goede producten, minder goede producten. Dit zijn gewoon de producten die ik je wil aanraden onder de 10 euro. Die gewoon fijn zijn voor de portemonnee. Ik wil ook, ik denk dat ik dat wil doen. Een volledige miss, wat echt niet fijn is. En daar een full face mee maken. Ah, ik denk dat ik dat moet gaan doen. Waarschijnlijk wordt het verschrikkelijk. Of heel grappig. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond. Laat me weten wat je ervan vond hieronder in de comments. En vergeet je niet te abonneren. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik vond het heel gezellig dat je er was. Ik hoop je de volgende keer weer terug te zien. En tot in mijn volgende video.